Dames en heren, jongens en meisjes, ik ben hier met mijn twee favoriete bankzitters. Je hebt snoepjes voor ons. Ik heb snoepjes gekocht. Nou, nee, eigenlijk niet zelf, ik weet niet wat het is. Mijn vriendin heeft snoepjes gekocht, allemaal Amerikaanse tieringzooi. En ik heb iets leuks, ik heb ook een rat. Zelf gekocht. Zo, met frietjes. Ja, heel raar, dat stond er allemaal op toen ik het kocht. Fernandez. Zeg maar, wat we doen, iedere keer draaien we het ratje. Ik pak eerst een ding, dan zien we van eul of denken we, oh, wel lekker. Dan draaien we het ratje en iedereen is één kleur. Dus je bent of hout, of wit, of zwart. En oranje is alle drie. Oranje is alle drie. Ja. Oké, welke kleur wil jij zijn? Hout. En jij? Aangezien jij de vis allemaal houdt, ik wil wit. Dan ben ik zwart. Eerst gaan we even het allereerste ding pakken. Ik weet het zelf ook niet, hè? Nee, maar dit is van een winkel, is dit? Dit is van een winkel. Ja, die gaan we natuurlijk niet noemen, want dat vinden we bullshit. Laten we maar het eerste beginnen. Oh! Oeh. Dit is sweet beef jerky. Hot. Beef jerky. Sweet and hot. Dat is snoep. Dit is toch geen snoep? Nou, we gaan het zien wie het moet. Jij bent wit, Matt is hout maar en ik ben zwart. Gemaakt is? Nee, ik heb geen idee. Duitsland. Fucking Amerikaanse snoep. Nee! Ja. Nee! Lekker kouwen, lekker beven, lekker jerky. Mensen, ben je nog niet geabonneerd? Doe het zeker. Ruikt het sweet? Zo, er komt een drie. Zo! Oh. Oeh, dat is een soort rozijn. Het is gewoon vleesig, toch? Ja, maar niet heel lekker hoor. Volgende! Oh. Zo! Takis Fuego! We gaan weer kijken, oké? Ja. Hartstikke idee! Ik ben heel benieuwd naar deze lekkere lekkernij. Niet zwart, niet zwart, niet zwart. Ja, die is lekker hè. Het komt uit Texas. Oh, heel crunchy. Zo, die is pittig ineens, want tering. Deze is ook wel spicky, maar wel erg lekker. Ja? Ja, het is ook heel raar, want het is chips, pittig en zuur. Je vingers zijn rood. Ik heb een pittig gezeten. Volgende. Oh. Oh. Gadverdamme. Gadverdamme. Combo's pepperoni pizza. Wat is dit? Wil je dat met een magnetron doen of zo? Een soort pizza koekje. Een pizza koekje. Dat is smerig, hè. En jij nou even met je vieze vette vingers even afmaken. Ja, nee, zo niet. Gadverdamme, jij hebt echt een smeerpijn. Wat doe jij? Even een dingetje inkleuren. Gadverdamme. Nog even, dan gaat hij op zijn hoofd, dat is een Indiaan. Wat is dit? Hout! Dat is mat! Dit is geen hondenbrok, dit. Absoluut, dit zijn geen hondenbrokjes. Mijn god, dit is... Met real cheese, hè? Is het... Als ik dit eet, jij zegt dat het hondenvoer is, dan geloof ik het ook. Ik vind het echt heel vies. Oh, heb je dat nog aan jou? Chip in mijn weg. Lekker zeg. Rol, jongen, echt, dit is ook geniet. Ik had hem niet moeten vragen, hij blijft maar vreten. Maar die hele zak is er niet op. Nee, dat hoeft niet op. Hot tamales. Flavored chewy candies. Lekker hoor. Oh nee. Ze zijn ook niet zomaar hot, ze zijn flaming hot. Zo! Is het flaming? Ja, wel lekker. Is het lekker? Maar dit is best lekker en niet heel heet, dus prima. Zo! Oreo! Dit is echt de jackpot hoor. Ja, hij is voor meer. Ja, hij is voor meer. Nou, helemaal op. Oh. Zo, hallo. Dit is een bak weer, jongen. Er zit ook echt een dikke scoop tussen, zie je dat hier? Ja. In Nederland zijn er van die kleine laagjes. Lekker. Ja, vind je het lekker? Nou, wel frisser. Ik zou het nooit kiezen boven gewoon een Oreo. Oké, de volgende. KitKat birthday cake. Maar waar smaakt birthday cake naar? Nou, kinderen. Misschien dat Bilal maar hier begint te shit. Nou, goed. Wat? Nee! Er zitten allemaal spikkels in. Iets zoals jou. Dit kan niet vies zijn, want een witte KitKat is toch lekker? Of zit er van die knettersmaak in? Oh! Ik blijf zo'n ding. Nee, ik voel me helemaal jaren van. Ja, dit is gewoon helemaal normaal. Deze is echt tandensmerig. Deze heb ik gezien. Kaasspray. Oh, made with real cheese. En wat doe je dat op? Dit kan dus hierop, maar ik vind dat je gewoon in je bek moet spuiten. Maar dan wil ik wel zo'n dingetje erbij. Zo'n ding in mijn bek leggen en dan erop spuiten. Of in jouw bek spuiten en dat ik met het koekje dan ga scoepen. Nee. Gadverdamme, dit is echt tand. Dit is dus mensen kaas in een spuitbus. Het is echt tandtoevies. Ik hoop zo dat Mattie hem krijgt. Kom op, niet zwart. Licht. Hout. Hout! Ja! Dat is Mattie, yes! Echt veel zin in. Gooi maar even eerst op dat koekje. Oh mijn god. Ja, doe gewoon je bek voor het koekje. Hoe smaakt dit? Het is letterlijk viezer dan surströmming. Nee, dat is niet waar. Is het vies? Ik vind het zo smerig. Oh mijn god. Een Willy Wonka bar. Zit er ook een gouden wikkel in? Of is dit een gouden wikkel? Want die kun je dus al zien voordat je dat pak openmaakt. Dat is echt, dat was wel makkelijk om te vinden. Dan. Die gouden wikkel om je lul doet, heb je een gouden snikkel. Oh, wacht. Oh, jouw publiek is heel jong natuurlijk. Ja, daarom gaat Rob je ze inhalen, hoor. Geen gouden snikkel. Misschien zit er iets heel lekkers smaken. Hatsa! Waarom heb je niet gedraaid? Oh, lekker! Echt? Nee. Echt een vieze goedkope rotchocola. Mensen, dit is marketing. Trap er niet in. Durf je dit met die Danish chef? Ja, doe er maar een klein beetje op en dan neem ik hem wel. Maar een klein beetje. Lekker.
Oh, Gisby? De combinatie, of los? Ik weet niet. Goed, de volgende, die is al open, heel raar. Sour Patch Kids! Hoi, Kids! Nee. Oh, FC Roelie! Ja, hartstikke idee. Nou, het boeit trouwens niet wat we draaien, want jij eet het toch wel. Dus dat scheelt weer. En wij hebben een ronde vrij. Zeg jij, met die chocola. Die chocola. Oh, die had iedereen. Nee, had niemand. Nou dan, wie heeft hem niet vergeten? Ik. En ben jij van een punt? Oh, lekker. Ja? Ja, heel lekker. Niet zuur? Maar wel. Oh. De volgende, godverdamme. Reese's Big Cup. Je hebt die normale Reese's, dat is zeg maar al met heel veel pindakaas. Dit is echt, maar waarschijnlijk met nog extra veel pindakaas. Weet je waarom dit niet lekker is? Dat weet ik niet. Heb je zit een sticker geplakt over hoeveel calorieën erin zitten. Hoeveel calorieën denk je dat in dit kleine dingetje zitten? 250. 200. Wow. In dit kleine ding. Ik hoop dat Koen hem krijgt, want Koen houdt van pindakaas. Ah, het is weer Matty! Sorry, ik heb even dit ding, jongen. Dit ding past niet in één keer in je mond, denk ik, of wel? Nee, weet ik niet. Dat is gewoon lekker. Je moet het papier moet je er... papier moet er denk ik vanaf, maar... dat denk ik. Godverdamme. Ik heb wel iets anders van Reese's. Namelijk, een badbom. Moet hij een bad? Ja. Oké, mensen, aan het einde van de video ga je het zien. Oh, het is Roel. De volgende. Oh mijn sweet lord. Chupa Chup sap. Chupa Chup sparkling melon cream flavor. Zo, so, lekker. Roel, trek even lekker. Chupa Chups. Is het vies? Amerikanen drinken dit toch ook niet voor het lol? Of zouden de schoolkinderen dit drinken? Ik heb hier dus nog een KitKat. Oh. KitKat apple pie. Oh, lekker. KitKat appeltaart. Nee, Roel, je mag een lekkere KitKat. Lekker, jongen. Geniet ervan. Appeltaartje. Ja? Ja. Proef je appeltaartje? Je proeft wel echt appeltaartje. Funkies. Flaming Hot. Ja. Flaming Hot chippies. Nou, oh mijn god. Ik naar die vieze onion rings doen. Zo, onion rings, hè? Dit ziet er weer gezond uit, dames. Oh, maar dit zijn echte uieringen. Nee, onion flavored. Oh, wel spikkie, hoor. Ja? Ja. Man, ja, voor de video. Zo, eet jij ze. Nou, nu ga jij gewoon bad op, hoor. Dit is niet goed. Hier ga jij niet. Ik ga gewoon slecht tegen. Dit is niet spikkie. We gaan even vuur. De allerlaatste. Pringles augurk. Ja, lekker. Ja, deze kan eigenlijk maar van één iemand zijn. Oh nee, was olijf, was dat. Hopen dat Koen krijgt dan. Ah, ja, nou, lekker hoor. U bent zeker gehoord. Oh, mag je ruiken? Fucking smeer het uit ziek. Oh. Ik vind het niet heel lekker. Dat is niet echt lekker. Het smaakt naar McDonald's zo. Ja, u mag naar McDonald's hamburgers. Ja, ja, inderdaad. Ja. Die nee, augurken, het smaakt naar die augurk. Ja, die augurk heeft ook heel deze smaak. Een soort van chemische augurken smaak. Ja, het is een chemische augurken smaak van de Mac. Daar smaakt het naar. Mensen, dankjewel voor het kijken. Wij gaan nog even genieten van het heerlijke snoep. Hopelijk heb je genoten. Abonneer op Roel, dan kan je Rob inhalen. En tot ziens. Ik ben nooit weg geweest. Mensen, dikke vette Raoul zit nu in bad. Oh, wat een hoeren, tyfus. Dat ding flikkert uit elkaar. Heel mijn kamer onder met je bruisbal. Godverdomme. Nee.